Welkom at Casadil vanuit het Sint Jozef ziekenhuis in Bodrum. Want ik heb gewoon een rotlijf. Vandaag bezoek van de burgemeester van Sint-Niklaas, Lieve de Handschutter. Welkom om tijd vrij te maken voor deze vlog voor het Humanistisch Verbond. De burgemeester van Sint-Niklaas van en voor N-VA. Sint-Niklaas, ik neem aan dat veel mensen uit Bodrum daar komen. Ook voor hem dus 10 kaarten met 10 vragen, woorden, begrippen die hij mag uitleggen en beantwoorden. En hij krijgt ook een joker die hij al dan niet 3 keer mag inzetten om een vraag, woord of begrip verder uit te leggen of in de verf te zetten. De eerste vraag, wie is Lieve de Handschutter? Ja, ik ben 60 jaar geworden. Ik ben gehuwd, nu al 32 jaar, met Erika van der Gucht. Mijn vrouw werkt al 34 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis in Sint-Niklaas. We hebben 3 kinderen, Steven, Evert en Kaat. Zij zijn 30, 28 en 22 jaar. Ik heb eigenlijk heel mijn leven bijna in de politiek gezeten. Ik ben al 30 jaar gemeenteraadslid. De eerste keer verkozen in 1988 bij de Volksunie. Ik ben dan in de periode 1995-2000 voor de eerste keer schepen geworden. Cultuur, onderwijs, jeugd en toerisme, daar was ik verantwoordelijk voor. Ik ben toen ook een klein jaar Vlaams parlementslid geworden. En dan bij het uiteenvallen van de Volksunie in 2001 heb ik onmiddellijk gekozen voor de N-VA. Daar was geen twijfel voor mogelijk bij mij. En waarom? Waarom? Ja, ik ben eigenlijk een Vlaams nationalist van huis uit. En de richting die Bert Ansiot toen uitging, dat had eigenlijk daar niks meer mee te maken. Maar goed, dat is een apart verhaal. We hebben heel moeilijke jaren gekend in het begin met de N-VA. Dus ja, de eerste verkiezingen in 2003 hadden we in Sint-Niklaas 5%. Nu bij de jongste verkiezingen 4 jaar geleden hadden we 35%. En dus ja, het is dan stilaan terug beter geworden. Eerst nog in kartel met CD&V. Ik ben dan opnieuw schepen geworden in 2009 en meteen ook Vlaams parlementslid in 2009. En dan bij de gemeenteraadsverkiezingen 2012 was ik dus lijstaanvoerder. Werden wij meteen de grootste partij van onze stad. Werd ik burgemeester en dan heb ik gezegd van kijk eens, ja, Sint-Niklaas heeft voor mij gekozen. Ik kies 100% voor Sint-Niklaas. Ik ga niet cumuleren. Dat is eigenlijk een uitzondering. Stad van 77.000 inwoners, natuurlijk ook een behoorlijke grote stad. Ik heb mij daar nog geen enkel ogenblik bekraagd. Hoe graag ik ook het parlementaire werk deed en schepen was, maar nu ga ik verder ook voluit voor Sint-Niklaas. En ben jij eigenlijk vrijzinnig humanist? Ik ben christelijk, ik ben katholiek, ik ga niet elke zondag naar de kerk. Ik ga meer naar de kerk bij begrafenis dan bij andere gelegenheden. Maar ik vind de waarde van het evangelie wel heel belangrijk. Maar los van de, laten we zeggen, de horizontale, van de verticale dimensie, de verhouding tussen de mens en God, vind ik dus de evangelische waarden, dat die ook sterk humanistisch zijn. Wat je aan de minste van de mijnen hebt gedaan, zei Christus, dat heeft je ook aan mij gedaan. Dus de idee van medemenselijkheid, solidariteit, de zwakken helpen. En uitzicht dat in jouw werk als burgemeester? Wel, ik denk dat je daar ook, ik heb daar nog geen zelfanalyse rond gedaan, maar ik denk dat mensen ook wel zullen merken in alles wat ik doe, dus dat daar toch die basishouding in zit. Dus ook, denk ik, in mijn functioneren als burgemeester en het omgaan met mensen en dingen. Dus het vroegere kartel, N-VA, CD&V, was evident voor jou? Wel, toen wel. Ik had daar geen probleem mee. Dat was natuurlijk in 2004. Hè. Dat is ondertussen ook al een poos geleden. Maar wij waren toen eigenlijk als N-VA aan het spartelen om te overleven. De CD&V wou terug de uitdaging aangaan, dus om de grootste partij te worden. Was eigenlijk de challenger van Verhofstadt. En toen dus met Yves Leterme als boegbeeld. Dus ik denk in die context dat en voor CD&V en voor N-VA een win-win situatie was. Alleen,
Ik vergelijk het altijd met een adoptie. Hè. De CD&V heeft ons toen geadopteerd, maar het adoptiekind is zelf volwassen geworden, is op eigen benen gaan staan en is wat groter geworden, om het zo te zeggen, dus dan de adoptant. En ja, dat heeft dan geleid tot de breuk van het kartel. En wat er ondertussen allemaal gebeurd is, ja, dat zou eigenlijk ons te ver leiden om daar nu verder over uit te wijden. En komt u als burgemeester in contact met fake news? Ja, fake news is een nieuw begrip. Hè. Zeker met Trump is dat een begrip dat wereldwijd gekend en gebruikt wordt. Maar valse geruchten en veronderstellingen en gissingen hebben eigenlijk altijd bestaan. Soms door onwetendheid, dus dat mensen inderdaad veronderstellingen maken die voor waarheid aannemen en verder vertellen. Maar wanneer dat echt doelbewust en te kwader trouw gebeurt, vind ik dat heel erg. Hoe kan u dat oplossen of hoe gaat u dat? Ja, dat zal nooit volledig op te lossen zijn, maar ik denk door accurate informatie te brengen, dat wil zeggen tijdig informatie te brengen naar de juiste mensen, ook met het schetsen van de juiste context. Dat zoveel mogelijk kan worden tegengaan. Maar dat is een permanente opdracht. Ja. We leven in een informatiemaatschappij. Gebeurt dat dan zoveel? Dat gebeurt ook op lokaal vlak. Hè. Dus als er ergens een voorstel of een idee is en dat verschijnt in de media, dan denken mensen al dus dat dat morgen zal worden uitgevoerd. En ofwel zijn zij daar enthousiast over en dan kan het niet snel genoeg gaan. Dan zeggen ze, ja, dat is beloofd en waar blijft dat? Soms is het helemaal dus uit de lucht gegrepen en dan is men dikwijls boos en gaat men beginnen protesteren terwijl het nog maar een voorstel is van één iemand. Ik stel soms vast dus dat ook verstandige mensen, maar die niet goed weten hoe de politiek werkt, denken van iemand heeft iets gezegd in de gemeenteraad of zo en die denken, omdat dat een stelling is, dat dat beslist is door de gemeenteraad. Maar ja, als een gemeenteraadslid iets voorstelt, wil ik niet zeggen dus dat de gemeenteraad dat ook heeft beslist. Nou, is dat dan ook fake news? Het wordt dan toch als dusdanig beschouwd als zijnde een beslissing. Hè. Ik weet dat u actief bent in een comité rond Sinterklaas ja. En Zwarte Piet. Ja. Is Zwarte Piet, is dat racistisch? Dus als je de traditie rond Sinterklaas en Zwarte Piet goed bekijkt en analyseert, heeft dat daar eigenlijk niks mee te maken. Ik heb inderdaad in 1989 samen met een aantal vrienden het Sint-Nicolaasgenootschap opgericht. Wij hadden de bedoeling om dus de Sinterklaasgebruiken verder in stand te houden, om ook een aantal zaken die fout liepen, ik ga er even op terugkomen, om die dus terug wat recht te trekken, maar ons ook te verdiepen in het ontstaan en de achtergronden dus van die gebruiken. En als je dan ziet waar die figuur van Zwarte Piet is in ontstaan, in de middeleeuwen, eigenlijk als een contrastfiguur met Sinterklaas, dan heeft dat helemaal niks te maken met zwarte mensen, met Afrikaanse mensen, integendeel. Het is wel zo, dat moet ik ook benadrukken, dus dat in de beleving, 19e, 20e eeuw, de beleving van bepaalde Sinterklaas en Zwarte Piet gebruiken, dit een racistische en kolonialistische inkleuring heeft gekregen. Dat mogen we niet ontkennen. Maar zoals dat nu het geval is, zijn Sinterklaas en Zwarte Piet evenwaardig. Zij zijn een duo als het ware, dat eigenlijk ja, de kinderen aangenaam probeert te verrassen, een beetje nieuwsgierig maakt. En waarbij, ja, zoals in een komisch koppel bij mij gaan spreken, Zwarte Piet de aanbrenger is en Sinterklaas dan afwerkt. Maar met die verstande, en dat is de essentie van het Sinterklaas gebeuren, de kinderen, ze doen hun best, ze luisteren naar hun ouders, ze werken goed op school. Ze worden beloond, eigenlijk door zich in te spannen. En Sinterklaas beloont hen daarmee op een manier. Hij geeft speelgoed en snoep en dergelijke meer. En daardoor is hij ook een voorbeeld. We zeggen altijd, de kinderen moeten het voorbeeld van Sinterklaas en Zwarte Piet volgen. In die zin, wat ze gekregen hebben van snoep en speelgoed, dat ze dat ook moeten leren delen. In het gezin, in de klas, in de jeugdbeweging, met minder bedeelden. Sinterklaas, met grote mensen worden, is een soort verpersoonlijking van de solidariteitsgedachten, van het helpen van dus de zwakken. Dus eigenlijk vind ik meer een humanistische gedachte. Wel ja, een humanistische gedachte in ieder geval. Ja. Plus dan nog het feit dat je het dan eigenlijk niet storend zou vinden om een Zwarte Piet te zien met roet en vegen. Wel ja, daar kan je verder over discussiëren.
Zwarte Piet voor de kinderen is zwart geworden omdat hij dus veel door de schoorsteen is gegleden en het roet aan zijn vel kleeft. En een veegpiet of een roetpiet, ja, dat is eigenlijk nog maar een onervaren piet. Hè. Dus die heeft nog niet veel... maar het is natuurlijk... wat natuurlijk bij Sinterklaas en Zwarte Piet ook heel belangrijk is, is de vermomming. Als je in een school of in een jeugdbeweging Sinterklaas en Zwarte Piet laat komen, dan moet dat voor die kinderen tot de leeftijd van 8, 9 jaar, dan moeten Sinterklaas en Zwarte Piet zijn. Als zij dat doorzien en ze zeggen, ja, maar dat is juffrouw X of dat is leidster Y, ja, dan werkt het niet. Dan is het een maskerade. Nee, het element van geloven, van geloofwaardig zijn, is wel heel belangrijk. Dus in die zin pleiten wij wel met het Sint-Nicolaasgenootschap en ik ook als persoon voor het in stand houden van een zwarte Piet. Dan nog een vraag voor mijn cameraman, die het graag heeft over het basisinkomen. En ik weet absoluut niet wat het standpunt daarover is van N-VA. Ja, ik denk dat iedereen natuurlijk recht heeft op een menswaardig bestaan. Dus dat mensen die kunnen werken, dat via arbeid kunnen verwerven. Mensen die gepensioneerd zijn, die hebben een pensioen. Mensen die ziek of invalide zijn, die hebben ook een uitkering waar dat ze recht op hebben. En ik denk dat de sociale voorzieningen wel van die aard zijn. Dus dat dit hoog genoeg moet zijn. Dat is natuurlijk 1000 euro hier of 1000 euro in een ander land. Dat kan een groot verschil uitmaken. Dus dat de essentie is, maar pleiten voor een basisinkomen voor iedereen, dat gelijk is. Ik denk niet dat eigenlijk economisch en maatschappelijk gaat werken, want dan ga je weer met andere verschuivingen zitten. Dus ik denk dat we wel moeten kijken naar een verfijning van de huidige stelsels. En waarbij natuurlijk er moet gelet worden dat het allemaal betaalbaar is, hè, want het geld komt niet zoals manna uit de hemel gevallen. En ook heel de discussie over langer werken tot 67, als mensen ouder worden, ook langer studeren, de actieve bevolking krimpt. En een 60-jarige, om mijzelf als voorbeeld te nemen, van vandaag ziet er hopelijk anders en vooral beter uit dan een 60-jarige van 60 jaar geleden. De zesde vraag, ik weet niet of u tijd hebt om boeken te lezen, kranten, tijdschriften, naar tv te kijken, films te zien. Ja, ik probeer elke dag het laatavondjournaal op de VRT mee te pikken. Ik ben krantenlezer van vader op zoon van de Standaard, dat is dan bij mijn ontbijt. Weekbladen, dat is enkel de knak op woensdag. En natuurlijk, via internet krijg je ook heel veel nieuws. Maar wat mij vooral stoort is dus dat mensen in de veelheid van nieuws en informatie hun weg niet meer vinden. Ook geen onderscheid meer kunnen maken. En anderzijds dat de basisopdracht van de media, en dan kijk ik vooral naar televisie en de kranten, van de feiten te brengen. Dat ze daar eigenlijk aan voorbij gaan. Hè. Dus je hebt de feiten, je hebt duiding en je hebt opinering. En dikwijls proberen de journalisten al direct aan de opinering te doen, terwijl vind ik een taak in eerste instantie nog altijd is het brengen van de feiten en van de duiding. Want ik heb gehoord dat u een liefhebber bent van alles wat te maken heeft met de Wales Verenigd Koninkrijk. En ik wou eigenlijk vragen en weten in hoeverre dat terug te vinden is in jouw keuze, boeken. Dus ik heb een zeer uitgebreide bibliotheek. Te veel boeken, mijn vrouw weet er geen raad meer bij. En daar zitten inderdaad heel veel boeken bij over Wales. Dus zowel Engelstalige werken als werken in het Welsh. Dus een Keltische taal die door 500.000 mensen van de 3 miljoen Welshmen wordt gesproken. Ik spreek dat zelf ook een beetje, kan een gesprek voeren. Daar heb ik heel veel literatuur over. Ook over de Vlaamse beweging, over geschiedenis, over de stad Sint-Niklaas, over wielrennen, een andere passie van mij. Dus... maar lezen zelf, boeken lezen, ik probeer soms wel, maar dat is, het lukt mij eigenlijk. Soms doe ik 2 jaar over een boek, bij manier van spreken, om op vakantie of op reis
meestal, als dat fictie is, is dat wel historische fictie. Dus waarbij een bepaald verhaal zich afspeelt in een bepaald land, in een bepaalde eeuw. Dus. En het is meestal dan toch wel over situaties 19e en 20e eeuw. We zitten hier in een ziekenhuis. Hoe zit dat eigenlijk met het of de idee van N-VA over gezondheidszorg? Ja, ik spreek dan als burgemeester. We hebben in Sint-Niklaas een groot ziekenhuis, het AZ Nicolaas. Vroeger waren er in onze stad twee lokale ziekenhuizen, de Stadskliniek, OCMW, en dan Maria Medelares, een katholiek ziekenhuis. In 2007 zijn die gefusioneerd, is eigenlijk de Stadskliniek overgenomen, dus door Maria Medelares, maar dat maakte dan deel uit van een grotere fusie of hergroepering met Beveren, met Temse, met Hamme en met Sint-Gilles-Waas, zodat we nu een groot regionaal ziekenhuis hebben, waar we als stadsbestuur ook een belangrijke vinger in de pap hebben. En dat vind ik ook wel essentieel, om bijvoorbeeld rond ethische kwesties ervoor te zorgen, dus dat patiënten en mensen dus die vanuit een humanistische of vanuit een vrijzinnige visie bepaalde keuze maken, dus dat die ook dat die keuze ook en kan worden nagevolgd. En durft u eigenlijk zeggen dat bijvoorbeeld AZ Nicolaas beter is dan een ander ziekenhuis? Dat durf ik niet zeggen. Allee, dus gelukkig heb ik zelf persoonlijk niet te veel ziekenhuiservaring. Nee, ik wil gewoon zeggen. Maar ik ben met familieleden hier al in Bornhem geweest. Uitstekende zorg. In Sint-Blasius in Dendermonde. Fantastisch in Antwerpen. Dus ik denk dat alle ziekenhuizen heel erg hun best doen. Maar het zijn per slot van rekening altijd de artsen, de verpleegkundigen, het andere personeel, dus die voor die kwaliteit moeten zorgen. En af en toe zitten daar al eens mensen binnen die het minder nauw nemen, die minder mensgericht zijn. Maar dat heb je niet alleen in de ziekenhuissector, dat heb je overal. Dus, Maar er is geen verschil tussen ziekenhuizen? Er is verschil, maar om nu te zeggen, dus dat is een kwestie van cultuur en sfeer. Maar om nu te zeggen, op het vlak van de medische zorg denk ik niet dat er in de regio fundamentele of problematische verschillen zijn. De achtste vraag, en ik zie mijn cameraman sleutelen aan de camera en dan krijg ik ergens schrik dat we te veel praten of te lang praten. Stel dan nu vragen. De achtste vraag is van de N-VA. Ja. In hoeverre is die... Is N-VA een gevaar voor de democratie zoals we die nu kennen? Ja, ik vind dat eigenlijk nogal een eigenaardige en een licht ergerlijke vraag. Ja. Vragen of dus de grootste partij van Vlaanderen een gevaar is voor de democratie. Ja. Ik ben Vlaams nationalist, democraat en Europees federalist in hart en nieren, al heel mijn leven lang. En het nationalisme dat de N-VA beleidt is een nationalisme van een gemeenschap, van een volk. Die, dat ontstaan is eigenlijk al eind van de 19e, begin van de 20e eeuw, met de positie van de Vlamingen in België als tweederangsburgers. Niet alleen op taalkundig vlak, maar ook op maatschappelijk vlak. En waarbij je dan vaststelt dus dat in de loop van de 20e eeuw Vlaanderen en Wallonië, een kwestie van maatschappelijke opvattingen, problemen, uitdagingen, toch wel fundamenteel verschillen. Maar u zei het daarnet nog. Van solidariteit is er... Maar het ene sluit het ander niet uit. Hè. Solidariteit, autonomie en solidariteit sluiten elkaar niet uit. Hè. Er is ook binnen Europa een solidariteit. Maar dat wil toch niet zeggen dat je naar een Europese superstaat moet gaan. En dat je aan de Luxemburgers, de Denen, de Esten en de Ieren moet vragen. Dus dat ze een nationale autonomie geven. De bedoeling dus onze bedoeling is dus dat Vlaanderen een volwaardige lidstaat zou worden van de Europese Unie, dus binnen die Europese solidariteit. Maar is het de bedoeling niet juist van Europa om meer en meer te groeien naar een Verenigde Staten van Europa? Ik denk dat binnen Europa de meningen daarover uiteenlopen. En Europa, ik ben een fervent aanhanger van de Europese eenheid en samenwerking, maar niet van een Europese Gleichschaltung. Dus ik vind dus dat de nationale identiteiten, of dat er nu kleine of grote volkeren of naties zijn, dat je dat moet respecteren. En de fout, denk ik, die Europa de laatste 20, 25 jaar gemaakt heeft, is van enerzijds overregulering, anderzijds een Europese
elite en bureaucratie die ook in een bijna andere wereld leeft. Er zijn een aantal voorbeelden van, ik ga ze nu opsommen, waar iedereen zich aan ergert over de Europese bureaucratie, wat die zich allemaal veroorloven. Maar dus dat ja, Europa van onderuit moet groeien, vanuit de mensen, vanuit de regio's, vanuit de gemeenschappen. En dat wanneer iedereen mee is, dan kun je Europa sterker maken. Dus geen Europa van bovenuit, maar van onderuit. Een vraag die mezelf wil bezighoudt, euthanasie, wanneer zou jij er zelf voor kiezen, wanneer moet ik als MS-patiënt ervoor kiezen? Ja. Ik denk dat dat een zeer, zeer moeilijke vraag is, of zeer moeilijk te beantwoorden is, dat iedereen voor zichzelf dat moet uitmaken. Maar als mensen onnoemelijk en uitzichtloos lijden, lichamelijk of geestelijk, en zij wensen in eer en geweten hun leven te beëindigen omdat er geen enkele kwaliteit meer is, omdat er geen enkel vooruitzicht meer is, dat ze dat zouden moeten kunnen. Natuurlijk in overleg met hun naasten en met medici, vooral om te kunnen weten wat de mogelijke vooruitzichten zijn. Hè. Dus ja, iedereen probeert zich toch dikwijls nog vast te klampen aan een sprankeltje hoop. Maar ja, ik denk dat de vraag van de levensbeëindiging, dat een vraag is die onder voorwaarden positief moet kunnen worden beantwoord. Vroeger was dat eigenlijk, was dat eigenlijk een taboe en kon dat helemaal niet. Nu is dat juist dat bespreekbaar, maar dat is natuurlijk iets waar men totaal niet lichtzinnig over kan stappen. En hebt u voor uzelf een punt waar u... Ik denk, ik denk iedereen probeert een bepaald inlevingsvermogen te hebben wanneer hij andere mensen ontmoet die met een bepaalde situatie geconfronteerd worden. Maar om te zeggen, ja, ik zou dan zelf in die situatie komen of in een situatie komen dat moeilijk in te beelden is, laat staan te verwoorden. Dus ja, ik hoop dus dat we nooit tot die situatie moeten komen. Natuurlijk, een ander probleem is, mijn vader heeft bijvoorbeeld de laatste 9 jaar van zijn leven, hij is 90 geworden, Alzheimer gehad. Hij voelde zich gelukkig en geborgen en mijn moeder zag daar eigenlijk meer mee af dan mijn vader zelf. Dus ja, dat is ook een grote uitdaging als mensen niet meer kunnen beslissen, niet meer de beslissing zelf maar kunnen nemen. Maar is geluk dan een voorwaarde tot euthanasie of voor euthanasie? Ja, ik denk als je uitzichtloos lijdt, dan ben je fundamenteel ongelukkig. Hè. Dus ja. De 10e laatste vraag, de hartjes van de liefde. De liefde. Wat betekent dat voor u? Ja, liefde is natuurlijk liefde is een werkwoord, hè, zeggen ze. Daar moet je iets voor doen, moet je soms dingen voor laten. Dus ja, ik ben nu 32 jaar getrouwd, 3 kinderen. Ik zie mijn vrouw, mijn kinderen graag, mijn moeder, mijn vader is overleden, mijn zussen, mijn familie. Maar liefde vraagt ook wel inspanningen. Hè. Dus, en ik heb de indruk dat soms, niet alleen in de liefde, in relaties, mensen, niet alleen jonge mensen, want men zegt soms, ja, jonge mensen dit en dat, maar mensen te snel opgeven. Hè. Dus het is een beetje zoals mij vroeger zei, in goede en in kwade dagen, elkaar helpen en soms eens moeten doorbijten. En niet denken dus dat het gras aan de andere kant van de heuvel groener is. Hè, want, en liefde voor de Sinterklaas. Ja, dat is natuurlijk van een andere orde. Dus de intermenselijke liefde, de liefde voor uw stad, de liefde voor uw land. Ik ben ook een wielerliefhebber, dus wielerliefhebber. Ja. Dus maar dat is van een andere orde natuurlijk. Ja. Meneer Hans, enorm bedankt om tijd vrij te maken voor de vlog. Blijf kijken, Ad Casa Adil. Hopelijk de volgende keer vanuit Casa Adil. Bedankt.